dames en heren, jongens en meisjes, zijn op de Noord-Veluwe. Tussen het Harde en Epen, op het grootste heideterrein hier. Omgeven door de zandduinen, verstuiving en oud loofbos. We hebben een aantal interessante sporen ontdekt. Kijk even maar mee. Dit zijn sporen, heel typisch. Vier grote voortenen, heel duidelijke nagels, klauwen. Dit zijn twee voeten boven elkaar. Hier nog meer. Het loopt eigenlijk helemaal door. Aan twee kanten van deze baan, de zandbaan, zitten hele grote aantallen sporen. Je kunt duidelijk zien de zoolvorming. De achterkant van de voet is kort. Dit is duidelijk een martensoort. Minimum stelidee. Of het nou een bunsing is of een boommart, wat mij aannemelijk lijkt, is mij niet bekend. Het is zo onduidelijk om te zien. Zover lijken ze wel op elkaar. Dus ik heb wat foto's gemaakt en dan gaan we eventjes bekijken. En probeer te analyseren wat voor sporen dit zijn. En aangezien het, de hoeveelheid van de sporen, vermoed ik dat het minstens 2 à 3 dieren gaat. En dat het 2 afwijkende sporengroepen zijn. De ene gaat de andere kant op. En deze gaat duidelijke kant richting het harde op. Interessant, leuke ontdekking. Naast de andere kleinere sporen is dit nog even een toppetje. Hier zie ik weer iets anders. Deze sporen zijn afwijkend. Hier zijn missen de klauwen, maar kan door de snelheid zijn dat de imprint wat minder wordt. Hier is hij wat dieper. Hier ook. Een flinke sporen trouwens. Helaas zit geen lineaal bij me vandaag. Kan ik hier maar eens doen. Jongens en meisjes, dit is mijn stukje spoorwerk. Heb ik even moeten laten zien. Heel mooi in het zand genomen. Deze prachtige zandduinbaan in een heel mooi heigebied Noord-Veluwe. Jongens en meisjes, bekijken.